PKC, spelend in het wit, eindigde in de competitie als vierde en is dus gekoppeld aan de nummer 1, Koogsaandijk. En zij leiden in de rust ook met 13-11 en direct in de tweede helft 14-11 door Rick Voorneveld. Maar dan, een vrije bal van Tom Kalkman. Hij brengt het verschil terug tot 2, 14-12. En dat is het begin van de wederopstanding van de jonge ploeg uit Papendrecht. Zij tonen veerkracht. Hier Richard Kunst in het voorveld. Knap schot. En ook een doelpunt van de pas 18-jarige A-junior, 14-13. Een goede fase van de ploeg uit Papendrecht. Maar ze worden ook goed verdedigd. Hier de dames in het voorveld komen moeilijk vrij. Vlak voor de schotklok doet Mede Tims het zelf. 14-14 en beide ploegen staan weer op gelijke hoogte. KZ heeft het moeilijk, want waar PKC over alle schijven kan scoren, geldt dat niet bij de ploeg uit Noord-Holland. Hier een schot van Rosemary Rozenbeek en de verdedigende rebound is bij Richard Kunst. Dan gaan de jonkies uit Papendrecht verder hier. Nadie den Dunne, pas 19 jaar. Knappe doorloop, 16-15. En dan leidt PKC voor het eerst in de tweede helft. Dan een vrije bal van Laurens Leeuwenhoek, ook pas 20 jaar, 17-15. KZ moet het in de playoffs doen zonder topschutter en international Tim Bakker. Hij schudde zijn Achillespees af en ziet zijn ploeg in deze fase overklast worden door PKC. Bart Nieuweweg, nu met nog 5 minuten te gaan. 19-17 en kan het dan nog voor de titelverdediger? PKC speelt lange aanvallen hier Tom Kalkman op Suzanne Struik. En zij krijgt de bal terug en maakt haar 100ste doelpunt van de competitie. Maar veel belangrijker, het is de 20-17 voor PKC en daarmee is de wedstrijd gespeeld. De eindstand wordt uiteindelijk 22-17. De PKC-hal ontploft. Zaterdag is de tweede wedstrijd in Koog aan de Zaan. En als die gewonnen wordt, speelt PKC voor het eerst in 4 jaar weer eens de zaalfinale. Maar in Papendrecht lijkt het alsof het landskampioenschap al binnen is. Ja, dat is, kun je wel stellen zo, ja. Maar dat is alleen maar mooi. Dan zie je hoe de club leeft en dat is echt geweldig. Ja, je bent er nog niet, maar we zijn een goede stap gezet. En je bent er nog niet, maar het is al alsof je alweer gewonnen hebt. Daar zit ook nog gevaar in, hè? Absoluut, er zit zeker gevaar in. Maar we beseffen met de groep maar al te goed dat we nu nog een wedstrijd moeten winnen. En dat daarna pas die finale is. Maar ik vind dat je dit mag vieren. Dit is gewoon geweldig.